Kunnen we leuke items mee vinden. En oh, kijk uit, Mume! Ja, ze teleporteren. Ze teleporteren. Help potion, help potion, help potion. Ja, die heb ik al gebruikt laatst. Ze zijn weg, ze zijn weg. Ik heb ze dood. Hier moeten we in ieder geval vandaan. Nee, ik blijf hier. Souls of Light. En we kunnen elkaar kofferen. Ik heb weer titanium. Oh. Shit. Waarom die timing? Er is een hele flinke chunk ook nog. Hoeveel wormhole potion? Ik heb nog maar één worm potion. Even kijken. Heb jij er nog één? Ik heb er nul. Ik heb er geen. Oh, fijn. Nou, als jij dan hier blijft, kun je even... Even wachten hoor, heb ik hier... Kunt u even hier even insluiten? Dan ben ik zo bij je terug, oké? Okay? Doen het zo. Ja. Doen we het zo. Auw. Ander. Nee, ik heb de ropes. Ja, die had ik dus ook al. Die chunk daaronder neem ik aan. Oh, zo vet. Dat zou ik... Oh ja, goed oppassen. Tuurlijk niet. Gewoon YOLO. Ik denk toch dat ik even een health potion gebruik. Oh fijn, ik heb confusion. Oh, handig. Oké, hij is weg. Ik ben bang! Maar er is nog steeds iemand dood gegaan. Ik blijf het roepen. Ik blijf het jinxen. Je krijgt een pijl op mijn neus en alleen voor mij. En degene die jinx. Die blijft leven. Dat weet je. Dat is karma. Nou, terug naar die hello biome. Ik ben onderweg. Oké. Oh! Wie graaft er in godsnaam recht naar de lava en laat het daar gewoon open liggen? Dat is inderdaad niet handig. Ik heb een spel voor Mume gevonden. Nasty beam sword. Nasty. Je schiet een zwaard, letterlijk. Niet verkeerd. Oh, ik heb een marble huisje gevonden. Ik ga even eens kijken wat er in dat kistje zit. Weer een cloud in een bottle. Leuk. Oh. Nee. 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 Ondertussen ben ik één voor één Illuminati. Oh boy, ik heb hier een Medusa. Opgedonderd. Hey, ik zie Palladium. Mooi. Ja, ik ben bijna weer bij Mume nou, dus. Jij bent met Illuminati bezig? Ja, Illuminati. Dankjewel, editor. Dat muziekje was nou echt niet nodig. Oh ja, daar heb ik al troep in gedeponeerd. Nou, ik ben er bijna. Ik ben nog maar 145 feet van jou verwijderd. Ik heb hier weer een heleboel Orimideus. Oh! Oh nee. Ik help je. Dank je. Graag gedaan. Dan ga ik hem eens eventjes vervelen. Oh! Dat was het vergeten, ja. Die kregen die kunnen teleporteren. Oké. Okay. Hij zat er een eeuwigheid. Hij teleporteerde maar niet naar mij.
Ja, we zijn weer saampjes, hè. En dat deed pijn. Ja, dat was niet heel handig. Nou ja, ik heb hem wel. Elf graag. Of 11 potions heb ik nog. Genoeg. Weer even een spelanker daar tegenaan. En dan gaan we deze kant op, want ik... Tip. Ga niet in het lava staan. Tip. Ik heb er toch stim van? Oh boy, ik heb nog heel weinig geld nu. Zo. Ja, maar je hebt die teleportatiegasten, hè? Ja, maar daar zijn we met z'n tweeën. Ik heb nog een cooldown van 30 seconden. Oh, ik zie de skeleton merchant. Eens zien of hij iets leuks verkoopt. Ik zie daar in het lava Soul of Light liggen. Heel veel Soul of Light. Ik ga dat toch proberen te pakken op een of andere vage manier. Oh, daarboven bedoel je, bij die lava? Nee, hier kun je heel veel wat lava ook lozen. Oh. Nou, ik heb één Soul of Light te pakken. Nou, ik zorg heel veel dat er lava geloosd wordt. Oh, en ik sta iets te dichtbij. Hij verkoopt Yo-Yo Glove, Format C, Green Counter White, Bone Torch, niet echt, ja, spelanker, glow sticks. Nou, de Yo-Yo die is sterker dan mijn huidige Yo-Yo. Nou, dat is wel handig. Plus crystals, die moeten we ook heel veel verzamelen. Jij kunt je beamsoorten van maken en ik kan er Crystallized Bullets van maken. Yo-Yo Glow. Sowieso is dat ook een hele handige accessoire, omdat jij dan 4 yo-yo's kan hebben. Ja, alleen wil ik wel gaan focussen op yo-yo's. Als ik niet wil focussen op yo-yo's, dan houdt het alleen maar slots in beslag. Ja, maar op zich is het een... Oh, oké. Okay. Op zich is het een hele sterke aanval. Ik heb ook 3 keuzes waar ik uit kan kiezen. Explosieve kogels en pijlen. En bij mij is het sterkste eigenlijk pijlen. Ja, maar het is wel 50 gold voor de glove. Ja, dus? Hij bestaat weer! De ja dus is weer terug! Ja, ik neem het toch. Wat een gemeen deze aflevering. Ik weet nog niet eens of dit al aflevering 2 is of niet, maar who cares? Jongens, jullie wouden Terraria? Hier heb je Terraria. Zo werkt het toch? Ja, toch? Dus go op. Oké, dat is gevaarlijk. Laat maar zitten. Ah, waarom ren je nou weer weg voor angst? Ach, ik heb zo'n teleportatiegastje. Alleen, hoe werkt dat? Ik heb hem geëquipt, maar ik zie... Nee, die moet je samenvoegen met elkaar. De Counter White, de Yo-Yo Glove en een langere draad die je van silk maakt. Ja, maar als ik nu al de Yo-Yo Glove heb, dan zou ik nu al 2 yo-yo's moeten kunnen. Ja, dat klopt. Alleen dan moet je gewoon een yo-yo... Dan moet je met je yo-yo moet je gewoon een vijand raken. Ah... Waarom werkt Erwin niet? Yay, Soul of Light! Yay, Soul of Light! Hoe meer Soul of Light, des te beter. Ah ja, nu zie ik inderdaad meerdere yo-yo's. Want dan kunnen we namelijk ja, je kunt er ook die bosses wel van maken, maar je kunt kistje... Je weet wel, die kist kun je er maken, die mega mimic. Oh, ik mag jou daar niet mee raken, ga weg. Dit zijn geen fijne vijanden. Nee, inderdaad. Batman! Spring dan.
stak. Ik zag net ergens weer een heleboel orgie... dinges. En Kijk, even lozen. Granaat mag weg. Ik maak me zorgen. Oh, laat me kopen. Laat me zitten. Wat? Laat me kopen? Oh, auw. Sterf. Dat doe ik liever niet, hoor. Had ik het tegen jou dan? Voel je gelijk weer aangesproken? Waarom? Ik kan me niet herinneren dat ik het tegen jou had. En waarom denk je dat ik je... Waarom denk je dat ik wil dat jij sterft? Nou, dit beest wil het in ieder geval wel. Oh, dus jij ziet me nou aan voor een beest? Is dat het? Hé, is dat wat je me probeert te vertellen? Ja. Nou, ik heb het al door. Ik snap jou alweer. Ja? Ja. Ja? Ja. Zo niet lief. Niet echt. Dat geef ik toe. Aardig, hè? Dat ik het toegeef. Nee! Dat is helemaal niet aardig! Dat is eng! Oh, volgens mij zie ik daar een heleboel titanium liggen. Maar dat heb ik nou geen zin meer om te gaan verzamelen in verband met wat nu mee eng aan het doen is. En is dit weer zo'n spider... Oh, mijn god. Eng zwaard, eng zwaard. Volgens mij is dit weer zo'n spider cave. Oké, okay, ik ga bijna dood. Ik ga bijna dood. Nope. Ik leef nog. Maar ik vind het ik zou nou fijn. Moeten zeggen van, oh, dat is fijn. Oeps. Dat was ik niet van plan. En nu zit ik in een goblin army. Oh ja, die spawn, ja. Ja, daar heb ik eigenlijk ook geen zin in. Nou ja, kleer ik die maar heel van. Oh, die doen toch iets meer schade dan gedacht. Ja, ik zit nog in een spelanken, dus ik kan helaas even niet komen helpen. Ik heb weer een spiderfang voor je. Ik weet niet hoeveel je er nodig gaat hebben, maar... Best veel. Oh, er ligt daar een solle vla... Oh, dat ben jij. Nieuw. Oh, je hebt hem al. Ja, dan kun je minen, hè? Dan kun je gewoon minen daar. Ja, dat weet ik. Oké. Dan ga ik hier naar beneden. Ja, nee, want er ligt daar die orgie... Figgis diggers. Ik heb namelijk... Oh boy, daar komt dat zwaard aan. Ik zie hem. Ik ben jinxed! Oh boy. Oh. Ja, doei. Ik heb hem. Dok. Ik leef nog. Zo. Oh mijn god, dit is echt een hel, man. Hoe gaat het met de Goblin Army? Oh, hoi. Gaat nog wel. Oh, er is een enge Goblin... Ja, kijk uit, die kan dodelijk zijn. Heel dodelijk. Heel dodelijk. Damn. Damn. Ik wist niet dat die ook spawnde. Jawel, dat is van die update van 1.3. Oftewel de kijkers die zijn nu van laat zien joh! Nee, nee. Holy snijkvogels! Ik wist niet waar de nurse was. Shadow of me. Wat zijn dat voor dingen? Geen idee. Maar ze waren met zo'n stuk of 6.
Oh, 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 dat ding is dodelijk. Ja, enorm. En bij mij teleporteren ze, want ja, de leg spikes. NPC sterven! Waar is de nurse? Oh boy! Nurse! Is de nurse niet bij? Waar is de nurse? Ik kan de nurse niet vinden. Staat hij niet toevallig bij Hier is de nurse! Ik weet niet waar hier is. Hier, bij main huis. Ah, ik zie het. Ja. Middelste huisje rechts. Nurse! Nee! Mimee! Erwin, we hebben je assistentie nodig! Kom maar aan. Ik ga bij de nurse blijven staan. Dat zou voor mij ook wel handig zijn. Oh, wat was dat? Geen idee, maar ze zijn gevaarlijk. Spookies. En ik heb de game uitgeklikt, goed bezig. Mag ik even naar de nurse? Oké. Okay. Is hij dood? Ja, die is dood, maar zijn er nog meer. Oh, ik zie hem hier. Ik heb hem hier voor mijn neus. Ik heb hem dood! Mooi. Maar het zijn er meerdere en ze blijven spannen. Nee, die wizard die spannen, die vliegdingen. Ik heb die wizard dood gekregen. Dat had ik niet door. En die wizard had ik weet niet hoeveel HP. Als ik dat wist, dan ging ik achter die wizard aan, maar... En die had ik weet niet hoeveel HP, man. Nou ja, als je al niet eens weet wat waardoor ze spannen... Dan ben je hopeloos aan het verdedigen. Oh, hier is er weer één. Oh, oh. Oh ja, we hebben ook nog de Wall of Awesome Comments! Inderdaad. Heeft hij mij nog een jinx? Nee toch? Nee, hij vlucht niet weg van mij. Oh, ah! Yes, ik heb hem. Ja, wij hebben hem. Jongens, na deze epic gevecht ga ik heel even kijken naar een Wall of Awesome comments. Wordt er toch nog in geknipt, hè? Ja, want ik heb de comments helemaal nog niet voorbereid. Oké, okay, Goblin Army is defeated. Ah, oh, gelukkig. Echt, wat... Rotbeest. Oh! Wat een rotbeest. Ja, wij hebben... Seminar, hè? Wees blij dat het een goblin was en geen pirate. Ja. Eens even kijken. Part 7, part 8, part 14. Is dat hier ook een part? Nee. Dus waarschijnlijk tot met part 14. Nou ja, dan kan ik dadelijk wel heel eventjes gaan checken. Ik ga eerst heel eventjes kijken van... Hoeveel oor hebben we verzameld en wat kunnen we maken ervan? Want we hebben echt meer nodig. Holy snijfogels. Ik heb trouwens een mining helmet gevonden. Even kijken, waar hadden we nou... want ik had hier... Oh ja, hard mode. Oor. Oh Erik, dit was trouwens je wapen die ik bedoelde. Die andere hebben ze waarschijnlijk allemaal bij resources erin gedaan. Nee. Oh, die is best wel sterk. Dit is Orgicalicum. Dat is de alle Orgicalicum die ik maar heb. Even kijken hoor. Quick stack. Ik weet zeker dat ik ook... die andere had gepakt, maar... Souls of Light heb ik hier. Het enige wat jammer is dat hij vrij klein is.
En geen autoswing. Dat kan lastig zijn, inderdaad. Ja, vooral met de leg spikes. Hoe groter de kans dat ondanks de leg spikes ik nog steeds de vijand raak. Als hij heel klein is, dan moet ik risico lopen om er tegen de vijand aan te staan. Met ongeluk houdt dat met de leg spike in dat ik niet dichtbij bijna tegenaan sta, maar gewoon letterlijk er tegenaan. Oké. Okay. Even nee, kijken. Ik ga hem niet gebruiken. Tungsten, Platinum, Demonite. Hebben jullie trouwens al die nieuwe oors al in een kistje gestopt? Ja, ik heb alles al in de kisten. Ja, welke kist heb je dan gestopt toevallig? Via de auto stack. Resources, zie je het al. Nou, ik zie hier hard mode oor liggen, maar... Daar zitten alleen maar de bars, dus... Moet hij daarin? Ook goed. Ja. Hey. Zo. Want ik weet niet waar alle palla... Oh, wacht eventjes. Ik heb de piggybank één keer helemaal gevuld. Kijk, dat verandert de zaak. Ik schrok al. Ik denk, bij mij zo weinig kan ik toch niet hebben opgehaald. Oké. Eventjes een beetje sorteren. Spiderfang, die gaat bij de materialen. Frosten blok, dat mag gewoon weg. Dit is bouw. Maar die zit heel erg vol, dus dan gooi ik even wat steen van weg, want daar hebben we veel te veel van. Marble blocks. Depth meter, die hadden we al. Wat mis ik eigenlijk nog? Ik heb de weather radio, die heb ik. Oh ja, dan heb ik nog nodig die andere twee dingen die je van de visserman krijgt. Huh? Zo'n pain in de neus. Ik dacht dat die... Wat? Nou, dat die yo-yo die ik gekocht heb, had een heel stuk beter was. Maar hij is juist heel veel slechter. Oh, wacht even. Ik heb hem broken. De slechtste die je kan hebben. Dan moet je even langs de tinkeren gaan. Yep. Ja, dat verklaart waarom ik dacht van, waarom is hij zo slap eigenlijk? Want min 31% damage, min 20% knockback. Ja, objection. Oh. Eens even kijken. Nou, die groen, dit mag weg, die mag weg. Oh, ik heb gewoon een platinum coin. Welkom bij de club. Ja, die gaat gelijk eventjes in mijn piggybank. Oh nee, wacht. Ik heb loot al gedaan in mijn piggybank. Dus ja, geen wonder dat ik dan een platinum coin heb. Die depth meter, die heb ik niet meer nodig. Die zat toch al op een van deze? Wacht, was dat al het geld dat ik had? Had ik zo weinig? Ja, ik had zo weinig. Oké, dan ben ik door al mijn geld heen en... Ja, oké. Duidelijk. Volgens mij was de guy was die overleden, of niet? Die is alweer terug. Oh, waar is hij? Geen idee, maar we hebben inderdaad al een nieuwe. Bij mijn huis. Oh, ik zie hem, ja. Hij staat op het dak. Ja. Hij staat op het dak van het huis van de Awesome Commons. Kom van dat dak af. Ik weet namelijk... Waarschuw niet meer. Nee, van dat dak af. Dit is de laatste keer. Oké, nee, deze kan ik gewoon rustig verkopen. Waar had ik dan nog nodig voor die andere dingen? Oeh, nee. Oh ja, de fishfinder. Die moet ik dan maken en dan moet ik nog de fisherman pocket guide hebben en de sextant. Sexy. Um,
Nou, dan mag dat ding dus verkocht worden. Oh, de arms dealer, die is ook al dood. Nee, die is ook in mijn huis. Oh, die hoort bij mij thuis. Maar daar rochel ik wiel. Hoezo is missing a light source? Het is mijn slaapkamer. Zeur niet. Slaap is toch donker, precies. Goed, ik ga zelf even kijken hoeveel bars dat kan maken van al die oors. Hadden jullie de oors al in de hard mode oorkist gedaan? Nou, ik zag dat ik nog niet alles erin had zitten, blijkbaar. Ik had ze vooral in bars en nou in chest gegooid. Ik heb ze nu allemaal ingegooid. Dat is niet echt veel. 23, 25. Oh. Oh, dat maakt niet zoveel uit. Waar heb je de jouw ingekocht? Want jij komt toch ook titanium of niet meer mee? Nee. Oh. Waar had jij ze ingegooid, Erwin? In de oorkist waar de alle bars in lagen. Aan de bovenste plank. In ieder geval. Wacht eventjes, dan had ik 23 en 25 van Mu mee. En jij had... Nou, je gaat me niet vertellen dat jullie twee bij elkaar 23 en 25 hadden. Ik had 23 bars in totaal. 23 bars? Oh, je hebt ze bij de bars gegooid. Oh ja, nou zie ik het. Palladium is 31 bars geworden. Nou ja, dan doe ik ze even gewoon zo. Dan zal het wel goed komen. Ga ik heel eventjes hier staan. Ga ik even die bars maken. Zo. We zouden kunnen gaan alvast voor een Palladium set. Van armor. En de Orgicalicum die is al klaar. En voor, ja, Titanium moeten we nog meer gaan verzamelen. Maar daar zouden we eventueel al iets van kunnen maken. Hebben we trouwens al die speciale anvil? Die hadden we toch al? Ik heb er net op gelet. Volgens mij hebben we die nog niet. Volgens mij hebben we die wel, want die staat hierboven. Die staat hier gewoon. Eens even kijken. We kunnen al wel iets van Titanium maken, maar dat zou ik met Frostarmen doen. Dus daar zou ik nog wel even mee wachten. En ik ga er heel erg fancy smancy uitzien met de Orgicalicum spul. Maar dan moet ik wel even kijken tot ik wel de goede pak. Want je hebt nou verschillende helmets. De breastplate heb ik nodig. De leggings. En dan de... Increased Ranged Critical Strike Chance. Ja, want dat is melee. Zo, melee geeft echt heel erg veel defense. Ik voel me echt heel erg vulnerable. Oké, hoeveel damage doet dit nou? Dit is... Flower pedestals will fall on your target for extra damage. En volgens mij kan ik nog een setje maken. Hoe zitten jullie nou met pickaxen trouwens? Ik heb het voor kobalt. Eén moment, ik zit heel veel in de wiki. Even kijken, ik heb... Titanium. Titanium? Ik heb dan waarschijnlijk palladium. Ja, ik heb een titanium pickaxe. Oh. Dan kun jij titanium gewoon minen. Ja, ik had de beste omdat ik er ook met de melee damage het beste gebruik. Ik heb de adamantite. Dat is de derde oor. Dat is de counter van titanium. Dus ik heb eigenlijk gewoon de illegale van de boxen. Omdat wij kunnen die oor niet minen. Ja. Maar wat ik nu dus wil weten is... ik heb nou al een setje armor. Ik zit nu op 36 defense.
Maar ik denk, ik ga heel eventjes kijken, maar volgens mij is het net genoeg, maar dat weet ik niet zeker. Even kijken, een helm die kost 12. 12 plus 24 is 36. 36, 36, 36. 36 is 44, is 54. Nee, dan kom ik 10 bars voor tekort voor het setje nog. Maar ik heb wel tot je een Palladium armor al zou kunnen maken. Wie zou er een Palladium armor willen hebben? Ik zou even naar de wiki gaan kijken. Ja, je kunt daar voor Magic. Het ligt eraan welke helm dat je maakt. Maar ik weet niet wat de set bonus is. Ja, daarom. Ik kijk ook even dus naar de looks. De mijne is heel erg handig met elke vijand die ik raak. Dan komt er dus zeg maar een blaadje die nog eens extra schade doet. En dat in combinatie dadelijk met de boog waar ik voor aan het gaan ben. Ja, dat is devastating. Ik ben nu in ieder geval met de yo-yo spullen heel veel bezig. Nou, ik zeg heel eventjes, YouTubers, ik knip heel eventjes naar voren toe, want dan kan ik heel eventjes de comments er even bij gaan pakken. Dus we zijn terug in een seconde. Tot zo. Oei.